Dank dat jullie erheen. Goedenavond allemaal. Welkom bij de voorlichting van onze opleiding Travel, Leisure & Hospitality. Ik zie dat er al een heel aantal mensen zijn aangesloten. Welkom. Even kijken of er nog meer mensen aansluiten voordat we zo dadelijk starten. Ik zou in ieder geval willen vragen aan de mensen die hierbij aanwezig zijn om de microfoon even te dempen. En de camera mag uit. En dan gaan we zo dadelijk starten met de voorlichting. Ik zie dat er nog een paar mensen binnenkomen. Goed, nogmaals welkom bij de voorlichting van onze opleiding Travel, Leisure & Hospitality. Ik wil jullie erop wijzen dat deze voorlichting wordt opgenomen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. De microfoon mag gedempt worden en de camera mag uit. Mochten er vragen zijn gaandeweg, stel ze gerust in de chat. Dus dat wil ik vooraf alvast eventjes melden. We gaan zo beginnen. Travel, Leisure & Hospitality is de opleiding dat ook wel staat voor toerisme, recreatie en gastvrijheid. Mijn naam is Marjolein Granneman. Ik ben docent aan de opleiding en ik verzorg deze presentatie samen met mijn collega Nanda Nijland. Goedenavond allemaal. Welkom. Binnen de opleiding zijn er twee profielen, Travel & Hospitality en Leisure & Hospitality. Niveau 3 en niveau 4. Niveau 3 staat ook wel voor zelfstandig medewerker en niveau 4 voor leidinggevende. Het is een 3-jarige opleiding met eventueel een kopjaar om niveau 4 te gaan doen na je niveau 3 opleiding. Mijn collega zal er zo dadelijk wat meer over gaan vertellen. Onze opleiding is gevestigd in de Grolsvesten in Enschede, misschien jullie wel bekend. Makkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Je kunt er inderdaad heel makkelijk komen, voldoende parkeergelegenheid en eigenlijk één ingang, twee verdiepingen, dus makkelijk bereikbaar. Zo dadelijk zien jullie ook een plaatje van de Grolsvesten van onze opleiding. Ik wil je er nogmaals op wijzen, mochten er vragen zijn, stel ze gerust in de chat. We houden de chat gedurende de presentatie in de gaten. Dus mocht er tussentijds iets zijn wat je wil weten, stel ze in de chat. Nou, hier zien jullie inderdaad de uitvoeringslocatie, de Grolsvesten, FC Twente Stadion in Enschede. Mijn collega gaat zo dadelijk wat vertellen over de structuur van onze opleiding. Want hoe ziet onze opleiding eruit? Ja, jullie zien hier in het schema dat onze opleiding bestaat uit 3 leerjaren. En elk leerjaar is opgebouwd uit 4 periodes, zoals jullie hieronder duidelijk kunnen zien staan. En we hebben het getracht om in een overzichtelijk schema te zetten voor jullie. En hopelijk het verhaal dat ik erbij vertel zorgt ervoor dat het nog wat beter in beeld komt. Als je bij ons op de opleiding begint, dan kan je starten als niveau 3er of als niveau 4 student. En de eerste 3 periodes ben je dan op school aanwezig in je eigen niveau. Op het moment dat je dan aan het einde van je schooljaar bent, dan zou je denken, dan ga ik het afronden. Nou, dat is bij ons een beetje anders. Je gaat dan namelijk op stage. En wij vinden de stage in onze opleiding erg belangrijk om de praktijk te ervaren. En vooral ook op de tijdstippen dat het in onze branche heel erg druk is. En dat is natuurlijk zo vanaf de meivakantie en ook in de zomervakantie. Dus je gaat in leerjaar 1... al gelijk op stage en dat noemen wij de BPV. Je ziet dat er een overlap is naar leerjaar 2. Dat klopt omdat het dus in de vakantie doorloopt, onze stage. Vervolgens heb je dan een aantal weken vakantie en je komt in de tweede periode van het schooljaar van leerjaar 2 kom je weer bij ons terug. En dan zie je voor niveau 3 dat je dan op school aanwezig bent en daar 4 periodes les hebt. Vervolgens ga jij nog een stage lopen in leerjaar 3. En
als je niveau 3 doet, ga je dan aan het einde van leerjaar 3 je examen doen voor het profiel. En het profiel kan dan dus zijn travel, toerisme of leisure, recreatie. Nou, ga jij niveau 4 opleiding bij ons doen, dan is de route iets anders. Dan zie je dat bij terugkomst van je stage, dat je 2 periodes op school werkt. En vervolgens ga je dan al je examen doen van het profiel travel of leisure. En dan zit je dus aan het einde van leerjaar 2, zoals je hier duidelijk kan zien. Dan blijf je 1,5 periode op school. Ga je vooral werken aan je leidinggevende taken. Je werkt toe naar het examen leidinggeven. En vervolgens krijg je dan ook daadwerkelijk het examen niveau 4. En daarna ga je op stage. En als je weer terugkomt van je stage, dan heb je nog een panelgesprek, zoals wij dat noemen. En dat is het afrondende gesprek van het examen. Je ziet hier een verschillende route voor niveau 3 en niveau 4. En er zijn ook nog een aantal uitwegen. Stel dat jij zegt, of uitwegen, het is maar hoe je het wil noemen. Stel dat jij zegt van nou, ik wil toch niet gelijk starten met mijn examen voor niveau 4 of hier in dit leerjaar. Dan ga je eerst verder met niveau 3. En dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld, je cijfers zijn niet op orde. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik ben er nog niet helemaal klaar voor. En ik ga eerst nog even deze route volgen. Of je gaat naar je examenprofiel, je haalt het niet en dan ga je eerst verder met niveau 3. Wat ook kan is, en wat veel leerlingen bij ons ook doen, is hun niveau 3 diploma halen om vervolgens daarna nog een jaartje aan te sluiten en verder te gaan met hun niveau 4. Er zijn best wel veel leerlingen die voor deze route gaan. Nou, het is best een ingewikkeld schema, maar op het moment dat je bij ons op de opleiding komt, dan zul je daar natuurlijk ook meer uitleg over krijgen van ons. Nou, hoe is de opleiding opgebouwd? Als we het hebben over travel, dan zie je dat we hebben voor beide profielen, dus zowel leisure als travel, een basis. En die basis bestaat uit de volgende vakken. De talen, Nederlands, Duits, Engels en Spaans, een introductie op de Spaanse taal. En later in de opleiding kan jij dan nog kiezen voor een keuzedeel Spaans. Daarover later meer. Vakken die ook bij ons zijn, die je ook krijgt, is economie, rekenen en SLB, studieloopbaanbegeleiding. En dat is het mentoruur, zoals velen van jullie dat kennen. Een ander verplicht vak is loopbaan en burgerschap en VBPV. En VBPV is de voorbereiding op de stage. Wij helpen jullie als opleiding daarmee met het zoeken naar een goede plek. Het zoeken naar een plek waar jij je fijn voelt, waar jij je prettig voelt. En dat gaat ook het hele jaar door, dit vak. Dus dat is altijd wel fijn als je daar wat hulp bij krijgt. Het vak front office. Front office is het vak dat ik en mevrouw Granneman toevallig beide geven. En het is ook een vak dat zowel leisure als travel krijgt. En wat leren wij jullie daarbij aan? We hebben het daar over receptiewerkzaamheden. En dat kan in een hotel, maar dat kan ook zijn op een camping, een vakantiepark. En we oefenen daar heel veel gesprekken. Hoe ga je om met klachten? Hoe check je iemand in? Het uitchecken, maar ook het informatie geven. En dat is het vak front office wat dus bij beide profielen voorbij komt. Daarnaast heb je heel veel vakken in het profiel travel. Dus echt gericht op de travelwereld. Daarbij kun je denken aan toeristische bestemmingskennis. Standplaatshost komt daar een stukje al voorbij. City marketing natuurlijk. En ook heel belangrijk, alles wat te maken heeft met travel. Dus wat is nu eigenlijk een reisbureau? Wat is een tour operator? Hoe kunnen wij boekingen maken? Alles wat je maar kan bedenken bij de bedrijven waar jij aan het werk kan gaan. En natuurlijk, zoals bij elke opleiding, heb jij ook 3 keuzedelen die jij moet volgen en daar moet je ook examen in doen. Welke vakken dat zijn, welke keuzedelen je kan kiezen, dat komt later in deze presentatie naar voren. We hebben een klein filmpje voor jullie gemaakt om te laten zien wat travel nu eigenlijk is. Wie wordt nou niet blij van een mooie vakantie of een heerlijk dagje uit? En hoe leuk zou het zijn om daar je baan van te maken?
De opleiding Travel Leisure Hospitality is een opleiding om te werken in de reiswereld en in de vrije tijdsector. Het is een brede opleiding, want bij ons word je niet alleen opgeleid voor één beroep, maar kun je bijna overal werken in de toerisme- en vrije tijdsbranche. Er zijn binnen onze opleiding twee richtingen, travel en leisure. Ik ga je uitleggen wat die inhoudt en wat het verschil is. Travel staat voor toerisme. Je wordt opgeleid om mensen te adviseren in het zoeken naar de vakantie van hun leven of bijvoorbeeld een leuke citytrip. Je leert hen te adviseren en boekingen te maken en daarnaast leer je alles over mooie en interessante bestemmingen en hoe je je gasten in moet checken in bijvoorbeeld een hotel of bungalowpark. Dit alles doe je op school, maar vooral in je stages. In het eerste schooljaar ga je namelijk al 5 maanden stage lopen om veel praktijkervaring op te doen. En samen met jou gaan wij op zoek naar de beste plek. Ja, dan gaan we zo dadelijk verder naar de volgende dia. Ik hoop dat travel dat het een beetje duidelijk was. En dan gaan we nu even verder naar het profiel leisure. Want zo ziet eigenlijk het schema zoals jullie er net zagen ook uit voor leisure. Dus ook naast de basisvakken die hier onderin ook weer in zichtbaar zijn, hebben we het profiel leisure. En bij leisure wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan profielvakken. Zoals bijvoorbeeld sport en spel, show en entertainment, maar bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan voor een groep staan, activiteitenbegeleiding, een stuk animatie. Daar kun je ook bijvoorbeeld denken aan een typetje spelen, nadoen. Dus dat vind je allemaal terug bij het profiel leisure. En ook bij leisure heb je ook weer 3 keuzedelen. En dan komen we zo meteen ook verder, gaan we daarop in. Dus ook hierbij 3 keuzedelen die verplicht zijn. En waar je eigenlijk als het ware je rugzak mee vult, zodat je helemaal de opleiding ook een stukje eigen kan maken waar jouw interesses liggen. Dus daar kun je dan een keuze in maken in welke keuzedelen je gaat kiezen. Voordat wij overgaan zo weer naar de volgende dia, wil ik jullie er op attent maken. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust in de chat. Dan gaan wij ook eventjes kijken naar een filmpje van leisure, want wat is nou eigenlijk leisure? De tweede richting is leisure. Leisure staat voor recreatie, ofwel vrije tijd. Ben jij actief, enthousiast en durf je in de schijnwerpers te staan en vind je het ook leuk om activiteiten voor je gasten te organiseren? Dan is de leisureopleiding echt iets voor jou. Waar denk je aan bij leisure? Nou, bijvoorbeeld fun en entertainment op een camping, bungalowpark of hotel. De receptie van een camping en bungalowpark, wij noemen dat front office. Outdoor activiteiten organiseren, sportwedstrijden organiseren voor je gasten. Natuurlijk een leuke discoavond en wellicht een leuke clubdans voor je jongste gasten. Kortom, veel actie. Ja, en ik hoop dat jullie inderdaad hier ook een duidelijk beeld gekregen hebben van wat leisure inhoudt. Zoals we net ook al zeiden, hebben we verschillende keuzedelen binnen onze opleiding. Nou, welke keuzes zijn er zoal? Dat is persoonlijk profileren, zoals jullie hier zien staan. Spaans, standplaatshost, internationaal 1 en 2. Outdoor, show en entertainment en lifeguard. Dat zijn dus verschillende keuzedelen. Mocht daar meer informatie over ingewonnen willen worden, dan kan dat uiteraard. Dan gaan we op een later tijdstip dan ook graag met jullie over in gesprek om te laten zien wat het allemaal precies inhoudt. In ieder geval is goed om te weten dat internationaal 1 interculturele diversiteit ook wel is en internationaal 2 houdt in werken in het buitenland. De rest denk ik dat voor zich spreekt en daar gaan wij nu niet heel diep op in. Maar dan weten jullie in ieder geval dat er verschillende keuzedelen zijn. 3 keuzedelen moeten er gekozen worden waarmee je je opleiding eigenlijk eigen kunt maken of nog meer naar jouw eigen hand kunt zetten als het ware.
We willen jullie ook nog even meenemen in hospitality. Want wat is eigenlijk hospitality? Het is gastvrijheid en dat staat centraal in onze gehele opleiding. En hierbij het filmpje van hospitality. Onze opleiding heet Travel, Leisure en Hospitality. Hospitality is eigenlijk de paraplu die boven beide richtingen hangt. Hospitality staat voor gastvrijheid. En dat betekent dat je je gasten een geweldige dag of vakantie gaat bezorgen met jouw vriendelijkheid, bekwaamheid en enthousiasme. Jij kan echt het verschil maken voor jouw gasten. Hoe leuk is dat? En hoe je dat moet doen, dat leer je bij ons. Zowel de toerisme als de leisureopleiding kun je op niveau 3 en 4 doen. Wie het nieuws volgt, hoort en ziet dat het toerisme een flinke klap heeft gekregen door de coronacrisis. Reizen naar het buitenland is niet of nauwelijks mogelijk en veel reisorganisaties hebben hun omzet zien dalen. Ik kan mij goed voorstellen dat je denkt, waarom zou ik voor een toerismeopleiding kiezen? Het toerisme is door corona echter niet verdwenen, maar het is veranderd. Toerisme verdwijnt eigenlijk nooit. Mensen willen nu eenmaal op vakantie en hebben dat ook nodig. Mensen blijven nu bijvoorbeeld in Nederland en bedenken een andere vorm van vakantie vieren. Om je een voorbeeld te geven, op de Waddeneilanden is het afgelopen zomer nog nooit zo druk geweest als nu. Wij gaan met onze opleiding mee met deze ontwikkelingen en passen ons onderwijs daar ook op aan. Wil jij een baan waarin jij echt het verschil kan maken voor je gasten en is de reiswereld jouw wereld? Kies dan voor de opleiding Travel, Leisure en Hospitality. Ja, inderdaad, hospitality. Ik zie in de chat al een vraag. De vraag is, kun je ook stewardess worden nadat je deze opleiding hebt gehaald, zie ik staan. Nou, daar kan ik alvast wel eventjes kort op antwoorden. Het is een hele mooie basisopleiding inderdaad. En waarna je uiteraard daarna ook de luchtvaart in kunt gaan. Het is niet een specifieke stewardessopleiding. Maar het vormt een hele mooie basis om uiteindelijk ook daar in dat werkveld aan de slag te kunnen gaan. Dus ik zie dat mijn collega Marianne Smeets inmiddels ook is aangesloten. En die heeft al even kort geantwoord. Zij komt ook zelf uit de luchtvaart. Dus zij kan daar ook eventueel op een later tijdstip ook nog meer uitgebreid informatie over geven. Stel gerust als er nog meer vragen zijn, ze in de chat. Goed, dan gaan wij over naar de volgende dia. En daarmee willen we jullie aangeven hoe wij te vinden zijn. Wij zijn te vinden op Facebook en op Instagram. Je kunt inderdaad onze, ik zie dat jullie hem nu niet meer zichtbaar hebben volgens mij. De pagina deelt hem niet goed, dus gaan we even kijken of we hem terug kunnen krijgen. Dat we hem kunnen laten zien. In ieder geval, wij zijn zichtbaar op Facebook en op Instagram. Ik denk dat mijn collega hem zo weer even deelt met jullie opnieuw, want dan zien jullie ook de pagina. Waar jullie op ons kunnen vinden. Er zijn even wat technische probleempjes, want ik zie dat die inderdaad dus wegvalt. Ik doe mijn best om het opnieuw op het scherm te krijgen. Ja, in de tussentijd kan ik alvast aan jullie vermelden dat er mogelijkheid is om bij onze opleiding bijvoorbeeld een dagdeel mee te draaien als de lessen, als we uit de lockdown natuurlijk zijn en gewoon op school zijn, dan is het ook mogelijk om bij ons een dagdeel of een dag mee te draaien. Een soort meeloopdag hebben we dan. Dan kun je ook zien welke vakken we hebben. Dan kun je ook docenten zien, dan zie je de locatie en dat werkt altijd goed, is onze ervaring. Dus mocht je daarvoor interesse hebben, dan kun je ook aanmelden bij ons. En dan kun je het beste even een mailtje sturen naar H te Kulven. Dus de H van Henk is dat, te Kulven, apenstaartje rocvantwente.nl. Ik zal het zo dadelijk ook nog even in de chat zetten, want dan kunnen jullie, normaal gesproken hadden we het op het beeld, maar ik zie dat het beeld inderdaad niet te lezen is. Dus ik zal het even in de chat zetten. Mochten jullie een mailopdag willen, als de lockdown hopelijk snel over is, dan kan dat. Dus maar dan moet je wel even aanmelden bij mijn collega. Dus ik zal dat er zo dadelijk eventjes in zetten. Ik zie dat er het komt weer in beeld.
Het is fijn. Ja, soms ben je inderdaad afhankelijk van de technieken. Ja, hier waren we gebleven. Facebook inderdaad, opleiding Travel Leisure and Hospitality kun je ons vinden. En op Instagram, ROC van Twente en _ TLH. Dus daar kun je ook van alles over de opleiding vinden. Mailen, zoals ik net al zei, kan naar mijn collega Hate Kulven, apenstaartje ROC van Twente. Voor bijvoorbeeld een mailopdag, om te zien de locatie, de docenten, maar ook de vakken. Dat je kunt zien wat we allemaal doen. Ja. Wij hopen natuurlijk dat we jullie interesse hebben gewekt. En dat jullie nieuwsgierig naar onze opleiding zijn geworden. Ik zou jullie willen vragen, pak je telefoon er eventueel bij en maak een foto van de volgende dia. Mochten jullie nou meer informatie wensen, want we hebben natuurlijk maar een korte tijd. Dit was 20 minuten. Mocht je meer informatie willen, dan zouden we jullie willen vragen om je mailadres te mailen naar, dus inderdaad, hatekulven@rocvantwente.nl. Of je mag ook altijd even bellen. Maar als wij jullie gegevens hebben, dan nemen we contact met je op. En dan kunnen we eventueel in een persoonlijk gesprek ook nadere vragen beantwoorden. Dus dat is allemaal mogelijk. Dus we komen graag met jullie in contact om ook specifiek jullie beantwoorden te beantwoorden. Ik zie nog een aantal vragen. Nou, ik zie dat mijn collega Marianne al aan het antwoorden is, dus dat is mooi, fijn. Nou, mocht er meer vragen zijn, stel ze nog gerust in de chat, dan kunnen we nog vragen beantwoorden. Maar ook nogmaals, heb je vragen, mail ons eventjes op hatekulven@rocvantwente.nl. Je mag ook altijd even bellen, dan kunnen we ook je vragen beantwoorden, want we kunnen voorstellen dat dit vrij kort is, informatie komt allemaal op je af. Mocht je later nog wat bedenken, uiteraard zijn wij bereikbaar. Ja. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Dan gaan wij afsluiten zo dadelijk. Bedankt voor jullie aanwezigheid, interesse en hopelijk tot ziens bij onze opleiding Travel, Leisure and Hospitality. Nog even wat vragen beantwoorden uit de chats.